Ja, dat komt eigenlijk voornamelijk ook wel door de grote bedrijven. Hè. Je hebt, ja, noem ze maar op, ASML, Philips, DAF, VDL. Die bedenken maar, alle expats die worden naar Eindhoven getrokken. En daar is niet op gepland. Daar is geen rekening mee gehouden. En vandaar dat de zeg maar wat duurdere huurhuizen, de duurdere huurappartementen toch als warme broodjes over de toonbank gaan. Ja, dat is puur vraag en aanbod. Als jij nog iemand kent die een woning te verhuren heeft, hoor ik het graag. Is het echt zo? Ja, het is echt zo. Wij verhuren makkelijk alles. Maakt niet uit. En dan ja, tot 1500 euro hebben wij binnen een paar dagen een huurder gevonden die geschikt is en gewenst is en direct in wil trekken. Gewoon de koffers mee en gaan. Hier in Eindhoven zijn het vooral heel veel mensen die hier een paar jaar wonen. Zeg 5 jaar. En dan gaan ze weer terug naar waar ze vandaan kwamen. Die gaan terug naar huis. Die zijn hier puur om te werken en hun kennis te delen. Daar worden ze voor ingehuurd. Maar ja, ze willen wel graag ergens slapen. Het appartement wordt volledig gemeubileerd. Dus je hoeft echt alleen maar je koffer en je tandenborstel mee te nemen. Je kan erin. Daarvoor krijg je ja, 3 slaapkamers waarvan de 1 omgebouwd wordt naar kantoor. Dus 2 slaapkamers en een kantoorruimte. Ruime woonkamer, net de badkamer. Nog wat een berging waar ook de wasmachine en de droger staan. Berging beneden. Vrij parkeren. Ja, ruim 100 vierkante meter. Blijft hij lang te huur staan, denk je? Nee. Deze woning is vorige week van eigenaar gewisseld. Deze week wordt hij geschilderd en opgeknapt. En mooi gemaakt en volgende week hebben wij hier een huurder voor.